Van harte goeiedag kijkers en welkom bij deze aflevering van HTV COVID-19 Update. Het programma waarbij wij u informatie brengen, inzichten en natuurlijk de updates van de COVID-19 pandemie die nu door de wereld raast en waar Suriname ook het slachtoffer van geworden is. Het gaat deels ietsje beter in Suriname. We hebben in totaal 10 bevestigde gevallen gehad. Eén daarvan is jammer genoeg overleden. De 9 anderen die zijn genezen verklaard. En dat betekent dat we op dit moment geen bevestigde gevallen hebben. Laten we het goed zeggen, we zijn niet coronavrij. Daar willen we de nadruk op leggen. Er zijn op dit moment geen bevestigde gevallen. En de mensen van het COVID-management-team die hameren erop dat we nu nog niet in een hoera-stemming moeten zijn, omdat we erg, erg voorzichtig moeten zijn. We kennen allemaal de problemen, vooral in de grensgebieden. Het management-team doet er alles aan om daar de zaak onder controle te krijgen, maar het gevaar is absoluut nog niet geweken. We moeten wel zeggen dat het langzaam, maar zeker de goede kant op gaat. Nou, in dit programma hebben we elke keer een gast. En de gast van vandaag is iemand die wel bekend is in Suriname, dat niet alleen, maar het is ook een hele goede vriend van mij, omdat het een collega van me is. De gast van vandaag, dat is Desny Romeo. Het is de sportjournalist van ABC, dat niet alleen. Hij is ook nog de voorzitter van de Vereniging van Sportjournalisten in Suriname. Desny, goeiedag. Goeiedag Marciano, goeiedag kijkers. Laat me beginnen met te zeggen dat anderhalve maand terug je er niet zo uitzag. Is dit je corona-look? Eigenlijk wel, ja. Iedereen vraagt dat aan me. Het is eigenlijk spontaan gekomen. Op een gegeven ogenblik, je blijft thuis, je gaat niet naar de kapper. En die baard begon te groeien. Ik dacht van, nou, als de zaken weer genormaliseerd zijn, zal ik hem... Dat lijkt wel een ABC-ding, want ik zag ook Ernie met een baard. Klopt. Maar goed, terug naar de issue. 13 maart blijft een hele belangrijke datum in dit geheel, want toen werd voor het eerst een bevestigd COVID-geval geregistreerd hier in Suriname. Vanaf toen zitten we in die situatie. Desny, persoonlijk, los van je werk, hoe heb je deze crisis ervaren vanaf zeg maar 13 maart tot de dag van vandaag? Marciano, laat me zeggen, die hele crisisperiode heeft voor mij ook een heel grote impact gehad als persoon. En waarom ik dat zeg, ik zat toevallig in Europa en dat ding begon te rollen. En als ik eigenlijk terugdenk, ik zat tot 2 maart in Madrid. En ik ben 3 maart teruggekomen naar Suriname en een week daarna was Madrid helemaal plat. Alle soort gedachten gaan daar in je om. Je bent aan voetbalwedstrijd gaan met duizenden mensen. Je weet niet eens naast wie je hebt gezeten. Dus eigenlijk denk je van, wauw, voor hetzelfde geld zou iets je ook overkomen kunnen zijn. Maar gelukkig is dat niet gebeurd. En ik zeg van de manier hoe het hier op een gegeven ogenblik aangepakt is geworden, dat we blij mogen zijn. Uiteraard zijn er mensen dus die een beetje koppig zijn, maar over het algemeen kunnen we wel stellen dus dat zaken goed aangepakt zijn geworden. En de bevolking eigenlijk een goede respons heeft gegeven aan de maatregelen die zijn getroffen, waardoor, zoals je het eerder hebt aangehaald, we niet coronavrij zijn, maar gelukkig de zaken heel stabiel zijn. Even terug op jouw periode in Europa. Spanje is uitgegroeid tot een van de haarden later. Klop. Toen je daar was, zeg maar 2, 3 maart, merkte je er al iets van? Nee, het was dus daarom juist. Je bent op straat, overal bomvol mensen, je gaat overal. En er wordt over gesproken. Toen was Italië eigenlijk het land waarover werd gesproken. En ik zag zelfs bepaalde reacties van, ach, het is niet zo erg. Er waren mensen die naar Italië gingen. Ja, ik ben naar Italië gegaan, weer teruggekeerd. Mensen die dan. En op een gegeven ogenblik, dat wat ik zei, dus een week daarna, toen dat ding zodanig in Spanje uitgegroeid is geworden, en vooral dat Madrid de haard was waar ik heb gezeten, dan gaat er eigenlijk toch even een rilling door je heen. Ja. Serieus. Ja, dat is begrijpelijk. Maar goed, terug naar je werk. Je bent bij ABC, je bent vrijwel dagelijks daar geweest voor deze periode. Hoe heeft deze hele crisis jouw werk beïnvloed? Met betrekking tot mijn werk kan ik zeggen van, kijk, jij en ik hebben in principe hetzelfde wat we doen. We brengen sportnieuws. En op een gegeven ogenblik, kort nadat ik terugkwam, is eigenlijk ook in Suriname de maatregelen getroffen, eerst door het SOC en daarna de andere bonden. Ik ben dinsdag komen en vrijdag al kwam er een bericht van de Surinaamse voetbalbond gaat er wedstrijden stopzetten, de Surinaamse basketbalassociatie idem. En zo is het allemaal doorgegaan. En wij moeten het hebben van reportages.
Dus dat viel helemaal weg. Het eerste weekend had ik nog wat voetbal en zo, een paar dingetjes. Maar daarna waren de dagelijkse sportevenementen is helemaal komen weg te vallen. Overigens niet alleen in Suriname, maar ook in de wereld. Dus dan moet je creatief gaan zijn. Hoe ga ik zaken brengen? En eigenlijk kwam alles wat je bracht in het context van COVID. Dus hoe gaan bonden ermee om? Hoe gaan sporters ermee om? En op den duur ja, is het een day-to-day activiteit geworden. Ja, heeft het je werk moeilijker gemaakt? Laat me zeggen, je bent creatiever geworden. Eerlijk, want je weet hoe het is. En gisteren moest ik zo lachen. Ik keek toevallig dus naar een uitzending van ESPN. En in Zuid-Korea is men weer begonnen met baseball. En die reporter was zo blij. Van wauw, dus ze schreeuwde het bijna uit. Van, er is weer normaal sport wat we kunnen brengen. Mm-hmm. Dus zo merk je hoe het eigenlijk is voor onze job. En daarnaast, je ziet ook in de wereld, men komt met oude wedstrijden en dat soort dingen om kijkers toch een beetje te boeien. Hoe je het ook draait of verkeerd, dat is niet het wat je moet hebben. Omdat mensen nieuws willen hebben, oude wedstrijden, men kent de uitslag al, et cetera. Maar op een gegeven ogenblik, door de mensen dus die je in de studio brengt, en hun manier aangeven van hoe ze ermee omgaan, ook sporters, hoe ze bezig zijn om op een gegeven ogenblik fit te blijven. Dat is de manier hoe je programma moet gaan brengen. En net wat je zegt, het is weer een heel andere uitdaging waarmee we nooit van tevoren mee geconfronteerd waren. Precies, maar nu praten we ook een beetje meer met sporters. Dat is de manier waarop de vele sportprogramma's worden ingevuld. Ja. Je hebt sporters van verschillende takken van sport gehad, mensen die divers zijn in de hiërarchie, sporters, trainers, coaches. Ja. Wat is voor jou over het algemeen de mening van de mensen die je gesproken hebt in het kader van COVID-19? Je merkt dus dat iedereen het heel serieus neemt. Dus dat is een belangrijke factor. Men onderschat het niet. En ik heb geen enkele persoon die ik tot nog toe heb gesproken horen zeggen van nou ja, het komt wel goed en dat soort dingen. Je merkt wel dus dat men ernaar smakt om weer bezig te zijn. Maar men is heel voorzichtig. En ik denk dus dat dat toch een heel goede ontwikkeling is. Dus dat men ervan bewust is. Dus dat je niet dingen naast je neer moet leggen. En eigenlijk ook mee gaat helpen om het virus te helpen verspreiden. Ik denk dus dat dat een heel belangrijk aspect is binnen het geheel dus waarom ik heb meegemaakt. En dan, behalve dat de reguliere competitie heeft stopgezet, zijn ook incidentele grote sportactiviteiten stopgezet. Ik denk daarbij bijvoorbeeld aan de wandelmars. Ik denk daarbij aan de activiteit van Telesuur van afgelopen 1 mei die georganiseerd zou worden. Van welke impact zijn dit soort afzeggingen van massa-activiteiten voor de gemeenschap? Het heeft verschillende, je kan het vanuit verschillende ooghoeken of visies bekijken. Op een gegeven ogenblik is het voor mensen die het volgen een soort afleiding. Je weet, mensen gaan naar het plein of waar de start ook is, of men blijft langs de straten staan om het te volgen. En voor de sporter zelf is het op een gegeven ogenblik een frustratie. Want dat is het moment waarop ze bezig zijn om zich uit te leven en ook gaan voor een prijs om een prijs te halen. En dat is helemaal weg te komen vallen met alle gevolgen van dien, waardoor er toch, mijn zin ziet zo, frustratie is bij beide groepen. Want het is er niet meer, wat doe je? Je gaat je vervelen, hoe los je dat op? Dus als je het zo naar kijkt, is het niet prettig voor geen van beide groepen. Mm-hmm. En dan zijn de competities stilgelegd. Als we kijken naar bijvoorbeeld Europa en we horen het op voetbal, dan zien we dat Nederland en Frankrijk al bepaald hebben dat de competitie niet verder gaat. Dat het is voor wat betreft dit seizoen. Ja. Al onze competities liggen stil. En dan praat ik voornamelijk over de grote competities als zaalvoetbal, veldvoetbal, basketbal en volleybal. Het is natuurlijk koffiedik kijken hoor. Je weet niet hoe lang dit ding duurt. Precies. Maar wat voor opties denk je dat er zijn? Denk je dat die competities, als het weer clear is, normaal voortgang kunnen vinden? Nou, kijk, ik ben altijd positief ingesteld. En ik hoop ook dus dat, laat maar zeggen, tegen juni we weer iets kunnen doen. Maar iets doen in juni betekent nog niet dat competities kunnen starten. Jij bent, behalve dus dat je presenteert, je bent ook coach, je hebt ook gesport, je weet wanneer je weer start, dat je een periode nodig hebt om het te gaan opbouwen. Je moet je conditie en dat soort dingen weer gaan opbouwen. En dat gaat zeker minimaal 1 maand tot 2 duren. Met alle gevolgen van die, dus dat die competitie sowieso
ja, waarschijnlijk pas in september normaal kunnen draaien. En in bepaalde gevallen zou het wel kunnen lukken om het op een of andere manier te kunnen doen. Maar ik weet niet of alle competities goed afgerond zullen worden. Dat is heel moeilijk. Wij gaan naar sportwedstrijden. Je ziet sportwedstrijden. Een groot deel van de sfeer in een stadion wordt gemaakt door publiek. een van de mogelijkheden om competities te hervatten is om wedstrijden te spelen zonder publiek. Hoe kijk jij daar tegenaan? Kijk, het is gek. Echt waar. We hebben het een paar keer meegemaakt waarbij clubs gestraft zijn geworden en er wordt gespeeld zonder publiek. Ja, dat is zelf een straf. Dus ja, precies. Dus dan merk je hoort alles wat die spelers zeggen. Het is zo kil en er is geen sfeer. En laatst nog, of een paar weken geleden, heb ik een uitspraak van LeBron James gezien. Die vond van, ik ga nooit spelen zonder publiek. Maar op den duur ga je moeten bijdraaien. Omdat dat in principe de enige mogelijkheid is, wil je competities houden om zonder publiek te spelen. Want als je met publiek speelt, houdt dat in dus dat er heel wat mensen daar in het stadion of in een hal komen te zitten met alle gevolgen van dien. En in het weekend heb ik ook een heel leuk item gezien. Men heeft namelijk eigenlijk een soort benadering gemaakt als men voetbal gaat spelen met een afstand van 1 tot 2 meters, hoe het eruit zou zien. Dus je merkt wel dus dat men bezig is om oplossingen te zoeken, maar uiteindelijk lijkt het dus dat er zonder publiek gespeeld zal worden. En ik heb begrepen dus dat in Engeland men er zelfs aan denkt om tot volgend jaar zonder publiek te spelen. Dus het gaat niet leuk zijn. Die sfeer is weg. En ik denk dus dat het publiek in een stadion of in een hal ook die spelers prikkelt om te spelen. Men zegt als men zonder publiek gaat spelen, het meer gaat lijken op een oefenpartijtje thuis. Dat is inderdaad zo. Nu ben jij behalve zeg maar sportjournalist alleen. Jij bent voorzitter van de Vereniging van Sportjournalisten in Suriname, de VSJS. In dat kader heb je dus veel contact met de internationale vereniging, de AIPS. Ja. Zijn er vanuit de internationale vereniging, de AIPS, richtlijnen, protocollen gestuurd naar de nationale sportjournalistenverenigingen? Ja, de overkoepelende organisatie is toen dit gestart is, hebben ze direct contact gemaakt met alle nationale associaties. En zij hebben gevraagd van laten wij weten wat er allemaal gebeurt in jouw land in verband met dus deze situatie. En er is zelfs een videoconference call geweest dus tussen de voorzitter van de AIPS en de voorzitters van de Amerika's. En ook de mensen van het bestuur van het Amerika's, waarbij men van gedachten heeft gewisseld van wat er eventueel kan gebeuren en hoe de situatie is in het land. Dus je moet alert blijven en in ieder geval wisselen we dagelijks informatie uit. En ook in de appgroep van de Amerika's worden er dagelijks updates gegeven van hoe is de situatie in mijn land. En dan zijn er voor sportjournalisten, er worden activiteiten georganiseerd, zeg maar bij de VSJS, maar ook bij de APS en zeker de AIPS Amerika's. Zijn er in deze periode activiteiten geweest die gecanceld moesten worden? Op dit moment is er niks. Oh, alles staat stil. En ja, maar waren er geplande activiteiten? Nu op dit moment niet. Er is wel een congres van het bestuur van de AIPS gepland voor eind van het jaar. We weten nog niet of dat doorgaat. En ook, je weet, we hebben spelen. Het volgend jaar zouden er spelen zijn. En op dit moment heeft men nog geen zicht van wat er gaat gebeuren. Je weet, het hangt ervan af van hoe zaken zich ontwikkelen. En hoe ook, of er een vaccin wordt gevonden voor het virus. Want dat is in principe een van de meest belangrijke aspecten als er geen vaccin is. Hoe doe je dat verder? Ja. En tenslotte, het allergrootste sporttoernooi dat er is, de Olympische Spelen. Die zijn verschoven. Dat geeft al aan wat de impact is van dit corona-gedoe, zal ik maar zeggen. De spelers zijn verhuisd naar volgend jaar. Ja. Wat geeft dat aan dat de Olympische Spelen verschoven zijn? Ik denk dus dat dat voor de wereld een vingerwijzing is geweest. Want in eerste instantie werd er gesteld van de Spelen gaan wat er ook gebeurde door. Maar je merkt dus dat op dit moment Japan ook in die ban is. Want in het begin was het niet zo erg gesteld met het virus in Japan. Maar Japan leidt er nu onder. En
je leest op dit moment zelfs zaken waarbij, ik dacht, een van de ministers van Japan zei, ik weet niet eens of die Spelen het volgend jaar doorgaan. Het is zo problematisch en men onderschat eigenlijk wat er allemaal speelt. Je praat over bijna 10.000 atleten. Je praat over ongeveer 6.000, 7.000 journalisten. En je praat over publiek. Hoe doe je als dat ding nog niet in bedwang is? En gaan mensen wel bereid zijn om dus naar zo'n evenement te gaan? En ook sporters uiteraard, met de vrees dus dat je besmet kan raken. Het is geen makkelijke zaak. En eigenlijk moeten we hopen dus dat er echt een vaccin wordt gevonden. Anders denk ik dus dat ook voor het volgend jaar de Spelen een beetje in gevaar zijn. Dasho, we hebben het gehad wat betreft deze aflevering. Bedankt voor jouw bijdrage. Of zoals Maradona het zegt, er moet nog een hand van God komen om deze corona-epidemie te tackelen. Succes met je werk. Ik snap dat het heel moeilijk gaat, maar we komen er wel uit. Thanks voor je bijdrage. Dank je wel. Desiree Romeo die was onze gast. En ik wil dit toch wel benadrukken. Corona gaat niet meer weg. Corona kan bestreden worden als er een vaccin komt. Maar daarnaast, zolang dat vaccin er niet is, zullen wij, u, ik, iedereen in de hele gemeenschap eraan moeten werken dat verspreiding voorkomen wordt. Op dit moment 0 bevestigde gevallen in Suriname. Maar verkeer niet in een hoera-stemming. Onderschat de maatregelen niet. Blijf ze doen, hygiënemaatregelen, social distancing en voor voorlopig nog steeds, als je niks op straat te zoeken hebt, blijf thuis. Dat was het wat betreft deze aflevering van ATV COVID-19 Update. Bedankt voor uw aandacht. We zijn morgen terug met een nieuwe aflevering.